deed ook niet mee de oude die laatste wedstrijd heel. Na de oefenwedstrijd Sparta-Nijkerk tegen Katwijk, 4-2, sta ik hier met trainer Simon Nouali. Over de wedstrijd van vandaag zullen we het niet al te lang hebben. Je hebt ook donderdag een oefenwedstrijd gespeeld. Heb je gezien wat je wilde zien? Nou, kijk, het gaat erom dat je zonder schade uit de wedstrijd komt. En uit je trainingskamp. En dat je bepaalde dingen wil uitproberen voor de volgende wedstrijd. Kijk, uitslag is op dit moment niet relevant tegen Katwijk. Maar het ging mij erom hoe een aantal jongens uit de winterstop zijn gekomen qua fitheid en uiteraard ook wedstrijdritme opgedaan. Ja, wat dat betreft, u zijn naar Calella geweest voor vierdaagse trainingskamp, lekker onder de Spaanse zon. Hoe is dat bevallen? Ja, we hebben heel goed kunnen werken. We hebben 4 keer getraind, vrij intensief. Er zijn ook gesprekken gevoerd, vooral wat ons te wachten staat de tweede helft van de competitie. Ja, en proberen de koppen bij elkaar weer te steken. Dat we gewoon het maximale uithalen de rest van het seizoen. Ja, je wilde voor de winterstop een versterking. Is dat gelukt? Ja, we hebben eentje op proef. Ginny. Die heeft vandaag een halfje meegedaan. Ik hoop dat die speler recht is. Voor de rest zijn we hier en daar aan het kijken. Het is erg lastig natuurlijk in deze fase van de competitie om nog mensen te vinden die je graag willen hebben. Ja, je moet het voor jongens die geen club hebben. En, alle beekjes helpen. We moeten natuurlijk ook de hoop niet opgeven. We hebben een goede groep en ik moet de energie steken in wat we in huis hebben. Ja, wat erbij komt is meegenomen. Het moet zeker een meerwaarde zijn. Dus, en dat is iets waar we op zoek naar zijn. Ja, aankomende zaterdag begint de competitie alweer. Uit tegen GVV. Dat is geen makkie. Nee, er is geen makkie in de topklasse. Dat begrijpen we zelf ook. Kijk, GVV is natuurlijk een titelkandidaat geweest. Ze staan er volgens mij 8-9 punten achter, wat ik me kan herinneren. Maar er is nog niks gespeeld. Kijk, voor ons is het een wedstrijd om meteen gemeten te worden. Hoe ver we zijn, hoe we uit de winterstop komen. En we moeten er meteen staan. Is het een kwestie van schade beperken, heel blijven voor de wedstrijd tegen Barendrecht? Nee hoor, nee. Kijk, iedere wedstrijd moet nog gespeeld worden. Ook daar kun je punten verdienen. Dus daar gaan we ook proberen in de gevallen op zijn minst het zo lastig te maken.